Yo mensen, voor de game, leuk dat je kijkt naar deze video. Even eraan vinden met mijn Minecraft playthrough. Er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die op dit moment gaan denken: Job, wat? Maar, wat is dat? What the fuck heb je gebouwd? Nou, ik zal even het volgende vertellen. Nou, ik was er met Camtasia aan het opnemen, dat doe ik eigenlijk altijd al. En er was een probleem met Camtasia, want ik kon hem namelijk even niet meer opnemen, want er was namelijk een error. Dus ik dacht, hey, weet je, ik moet toch een Minecraft playthrough video opnemen. Ik doe het gewoon met die X-Story. Ander programma waar je ook lekker mee kan opnemen. Op een of andere manier had ik het verkeerd knopje aangedrukt. Of had ik eigenlijk op caps lock gedrukt, wat ik zeg maar had ingesteld aan mijn video hotkey capture. Als je dat indrukt, gaat je opnemen. Want ik had per ongeluk in de opname bij shift in plaats ook caps lock ingedrukt. Dus de video was in het begin in het begin al gestopt, want dat was eigenlijk maar een video van 10 seconden. Dus ik was lekker aan het bouwen, kansen stil. En uiteindelijk kwam ik achter na 30 minuten dat ik dus eigenlijk niks had opgenomen. Met andere woorden, dit hele kasteel is dus voor niks gebouwd. Tenzij jullie zeggen van, hé Job, je kunt er lekker mee verder gaan deze episode. Dan kun je de volgende episode weer verder gaan en verder gaan en verder gaan. En dan is het niet zo heel erg. Maar in elk geval, we gaan lekker verder met de Minecraft Playthrough. En deze episode wil ik een aantal dingen doen. Was namelijk bij de vorige party van, was een opdracht ingediend. En was, maak je eigen standbeeld van wol. In principe vind ik dat nog niet eens zo'n slecht idee. Alleen, wat heb ik daarvoor nodig? Heel veel schapenwol. En natuurlijk willen wij niet cheaten in de Minecraft Playthrough, want wij hebben absoluut alles legit gaan doen. Dus wat moeten we doen? We moeten ervoor zorgen dat onze schapen wol kunnen krijgen. En ik heb van jullie gehoord dat waar de schapen op lopen, dat ze geen wol kunnen krijgen zodra ze niet op gras lopen. Dus wat we eerst moeten hebben is grasbloks. Of in elk geval gewoon dirt. En ik denk dat als dat in gras verandert, dat het dan wel gaat lukken. Dus wat hebben we nodig? Dirt. Heb ik een schep? Nee, ik heb geen schep. Dan moet ik natuurlijk eerst even naar mijn huis. Jullie gaan waarschijnlijk een klein beetje schrikken als jullie in de woonkamer komen. En ook van die schrik. Maar jullie zouden waarschijnlijk denken: Joh, wat de fuck is er gebeurd in de woonkamer? Ik zou jullie gelijk even laten zien. Ik zou gelijk even vertellen wat er aan de hand is. Ik kan niet zo heel erg goed praten op het moment. Want ik ben namelijk een beetje moe. Een beetje bij het adem. Ik kom namelijk net uit school. Ik moet gelijk deze video opnemen in verband met. Hij moet namelijk over een half uurtje opkomen zijn. Dus hij kon sowieso een stuk laten. Maar hier is het. Hier heb ik namelijk overal spullen in gedaan. Hier heb ik namelijk alles omgesmolten. En hier heb ik allemaal spullen in. Zoals jullie zien heb ik heel veel diamond blocks en emerald blocks. En er waren heel veel mensen die zeiden, ja Job, je had toen die beacon gecheat. En nu heb je de beacon uitgehold. En dan heb je er allemaal blocks van. En ik wil dat je die niet meer gebruikt. Die moet je weggooien. Dus ik heb bedacht, weet je, ik ga al die blocks wegdoen. Op een hele vette manier. Ik ga er namelijk een troon van maken in mijn kasteel. Zodat we onze eigen troon zo hebben. Dat ik misschien wel heel erg verder moeten we wel iets meer emerald hebben. Zo fijn zijn als we dat iets meer hadden. Maar ik weet niet of we genoeg ervan hebben. Maar dat zien we vanzelf wel. In elk geval, deze episode gaan we dus lekker verder in de Minecraft Playthrough. En ik ga heel even kijken boven hoe het gaat met de schapen. Want ik geloof dat we daar dirt van nodig hebben. Zoals jullie zien heb ik 63 dirt. Moet misschien wel aan gaan lukken. En ja, we zien wel. We gaan lekker naar boven. Even kijken wat we moeten vervangen voordat die schapen, zeg maar, seks kunnen hebben. En kleine schaapjes kunnen maken. Want die kleine schapen moeten natuurlijk, of die schapen moeten eigenlijk met elkaar neuken. En als we dat hebben gedaan, dan komen er meer schapen en meer schapen en meer schapen. En word ik de schapenheertje van de hele wereld. Nou, oké, dat is een beetje overdreven. Maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Of jullie denken, oh mijn god, Job, ik snap je helemaal. Dus je met een rare pipo. Maar in elk geval, vandaag dagje school. Het is vandaag om precies te zijn. Woensdag. Is het woensdag? Nee, het is vandaag donderdag. Ik heb vandaag school gehad. Was in principe wat te doen. Het was een beetje een saai dagje waar niet echt veel op meegemaakt werd om het even zo uit te leggen. We hadden vandaag voor het eerst Nederlands. En ik zou zeggen, onze Nederlands leraar was zowaar aardig. Het is echt gewoon de eerste leraar op onze school die gewoon aardig was. Dat was een leraar die grappig was. Hij had wat te vertellen, weet je. En dan ben je ook in principe ook wel blij. Maar als je al die erge leraren hebt gehad, dan ben je al heel erg blij dat je een keer een aardige leraar had. Hij zei ook gewoon tegen ons van, weet je, als jullie normaal doen, doe ik normaal. Doen jullie normaal, doe ik ook normaal, weet je. En dat was gewoon erg leuk en het was gewoon een aardige leraar. En dan word ik dan op een of andere manier wel weer blij. Dat je niet zo'n hele rare pipo hebt, die weet je, die de boel een beetje gaat verzieken. Maar dat is best pittig irritant en dat hadden we dus niet. En daar ben ik ook wel heel erg blij mee om het even zo uit te kunnen drukken. En ja, dat was eigenlijk een beetje mijn dag. We hebben Nederlands gehad, we hebben Duits gehad. Ich heibe eine grote Schwanz. Oké, dat had ik dus een keer gezegd. Grappig haaltje. Ich heibe eine grote Schwanz. Of ich heibe eine grote Wiener. Grosse Wiener. Dat betekent in het Duits. Ik kan het niet heel goed uitspreken, want ik kan niet zo goed Duits. Dat betekent in het Duits, ik heb een grote penis. Wat had ik dus gedaan op de camping waar ik vroeger was? Er waren dus een jongen, en die jongen heette Michael. En Michael had een beetje een slechte invloed op mij, weet je. Ik zeg nu wel zijn naam, hoop niet dat hij dit ziet. Maar die had een beetje slechte invloed op mij op dat moment. Of ja, dat is eigenlijk wel wat op neer kan. Maar die liep mij dus tegen van die meiden zeggen. En er waren een paar van die chickies die zeggen van, ja, wil je indruk op me maken? Ik zei, ja, is goed, weet je. Was de eerste keer dat ik hem ontmoet, zei die, moet je zeggen, ik ga je bij een grosse wiener. Dat betekent, wat is het vandaag een mooie dag. Dus ik heel stoer naar die meiden toe, ik ga je bij een grosse wiener. En dat was dus de dag waarop ik mijn eerste bitchclap ontving. Of hoe je het ook wil uitdrukken. Maar in elk geval, ik kreeg een goede klap. Bam, in de face. En vanaf die dag heb ik eigenlijk altijd uitgekeken met Duits praten. En het was voor mij dus ook wel weer een overwinning dat ik weer Duits begon te praten vandaag. Maar even afgezien van dat heb ik het wel naar mijn zin gehad met Duits. We hebben met Duits een beetje zo kuthoer, om het even zo uit te drukken. Dat is echt zo wijf, weet je, maar van die grote haarstanden. En dan echt dat haar helemaal dun over de hoofd. Ik kan niet precies, ik weet niet hoe je het uitlegt, maar echt zo peuterjuf. Die echt heel erg, zo peuterjuf die de kinderen stiekem slaat wanneer de ouders weg zijn. Zo eentje, weet je. Wel zo eentje, laat ik het zo vertellen. Ik hoop dat ze nu in elk geval bol kunnen krijgen. Zou in elk geval heel erg fijn zijn. We hebben trouwens shears bij, want die hebben we niet. Want we hebben dus lekker veel bol nodig voor een standbeeld. En ja, daar moeten we deze keer een beetje mee bezig gaan. Duits en Nederlands, jongens. Duits en Nederlands. Dat is wat ik vandaag heb meegemaakt. Mijn eerste Duits en mijn eerste keer Nederlands. En niet mijn eerste keer Nederlands, maar mijn eerste keer Nederlands voor dit jaar.
En ja, het was pittig te doen. Het was niet heel erg moeilijk, laat ik het zo zeggen. We moesten als eerst met allebei de vakken moesten we onszelf voorstellen. En moest je vertellen waar je goed in was. En als ik ergens een hekel aan heb, is vertellen dat ik ergens goed in ben. Natuurlijk ben ik goed in video's maken. Tenminste, kijk, nu kan ik het dus wel heel erg makkelijk zeggen. Omdat ik het nu thuis zeg zonder dat er mensen bij zijn. Terwijl wel een paar duizend mensen het zien. Dan zit je daar in zo'n klasje met 20 man. En alsnog vind ik het dan moeilijk te zeggen dat ik YouTube-video's maak. Waarom? Geen flauw idee, weet je. Ik schaam er absoluut niet voor. Ik bedoel, ik kan best over de daken roepen. Ik maak YouTube-video's. Ik bedoel, er zijn elke dag een paar duizend mensen die mijn video's zien. Dus ik weet dat iedereen weet dat ik YouTube-video's maak. Ik zet het trots op Facebook. Ik zet het trots op Twitter. Terwijl alle klasgenoten dat kunnen zien. Maar ik vind het moeilijk om in iemands face te zetten. Zeggen, ik ben goed in video's maken. Op een of andere manier, ik weet niet wat ik daarmee heb. Maar ik vind dat gewoon een beetje capsones zetten. En ja, ik weet het niet. Ik ben daar gewoon niet zo van, weet je. Ik heb sowieso een heel erg hekel aan capsones en egocentrische mensen. Waarom? Voornamelijk omdat die mensen zelf ja, namelijk meestal niks kunnen. Heb ik niks mee. Ik bedoel, misschien, ja, dat is dan misschien ook wel weer het zielige eraan. Maar afgezien van dat feit probeer ik me dus altijd een beetje in te houden als ik praat over YouTube. En eigenlijk lukt het altijd. Eigenlijk heb ik nog nooit echt zelf echt heel erg opgeschept van... Oh, ik maak YouTube filmpjes en daar ben ik kei goed in en ik verdien geld mee. En dat doe ik nooit. En dat zou ik ook waarschijnlijk nooit doen, omdat ik er wel trots op ben. Maar ik weet dat niet iedereen het heeft. En ik wil het ook niet bij mensen erin wrijven. Oké, we zijn dus bijna klaar. Alleen dit nog even. En ja, dan vind je het best wel moeilijk om wat over jezelf te zeggen. Dus ik heb maar gezegd, ik ben goed in gamen. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik ben goed in gamen. Is dat opschepperig? Vind ik niet. Want gamen is eigenlijk gewoon iets waar je als jongen eigenlijk altijd wel goed in bent. Dus dan voelde ik me eigenlijk een beetje normaal. Nee! Nee, schaap! Wat doe je nou? Schaap. Jullie hebben je broertje eraf gegooid. Hoe voelen jullie je nu? Dat kun je toch niet maken, jongens? Dat kun je toch niet maken? Weet je, ik doe deze er even tegenaan. Hop. Hop. Kijk, zo is het misschien wel goed. Awesome. Als het goed is, krijgen ze nu wol erbij. Zou nou voor best wel mooi zijn. Dan gaan wij ze ondertussen even fuck hebben wiet bij. Want nee, dat hebben we niet. Dan moeten we dat ook even doen. Want we hebben super veel schapenwol nodig. En van allerlei kleuren ook nog eens. Dus dat is misschien nog wat vervelender eraan. Jannes! Kan ik op jullie rijden? Ik kan op jullie rijden. Op jou wel trouwens. Jij hebt een zadel. Jij hebt een zadel, Jannes. Dus ik kan met jou. What the fuck? Ik weet niet wat er gebeurde, maar het is allemaal wel. Wat we even aan moeten doen is wiet hebben. Dus ik ga even naar buiten. Kun je ze ook potatoes voeren? Ik geloof niet. Maar wel golden carrots. Dan gaan ze fokken, die paarden. Dat is wel leuk. Hebben we carrots? Nee, we hebben geen carrots, geloof ik. Je moet eigenlijk een keer gaan oogsten. Heel even kijken wat dat mannetje hier wil rijden. Wat wil jij ruilen? Dat was een hele domme zet van mij. Maar in elk geval, we gaan even lekker verder. En we gaan even kijken wat we moeten doen. Ik zie al die vulletjes daar lekker in het water drijven. Zo van, hey, Job. Oké, we gaan dit dus even allemaal meenemen. Want, ja, dat hebben we allemaal nodig, hè. Pak natuurlijk even mijn sheets erbij. En dan plant ik het ook gelijk weer even terug. Moet namelijk ook gebeuren. Het is namelijk belangrijk dat je het eraf haalt. Maar het is ook belangrijk dat je het weer terugzet. Maar nee, onze Nederlands leraar, aardige kerel. Geen problemen mee tot nu toe. En ja, dat is eigenlijk wel alles wat ik deze dag heb meegemaakt. Aardige leraar. En voor de rest is er eigenlijk niet heel erg veel. Wat ik wel apart vind is dat er toch wel heel veel mensen naar mij kijken op school. Weet je wel. Ik bedoel, ik heb de 8000 abonnees bereikt. Er zijn toch wel 8000 mensen die op mij geabonneerd zijn. Die mij dus een keer hebben gezien. En afgezien van dat feit heb ik dus op een dag ook best wel heel veel kijkers. En dan zie je soms mensen naar je kijken en zie je... Hé, hey, is dat die gast van Domme Gamer? Die gast van Team Survival? Is leuk. Alleen soms is het een beetje niet meer leuk. Weet je. Er komen echt mensen bij je staan. Die gaan dan echt zo kijken. Zo van... Dan kijk ik zo van... Met mijn broodje. Weet je, maar een broodje aan het eten. Weet je, dan voel je best wel ongemakkelijk. Op een of andere manier valt er vrij weinig aan te doen. Want ja, weet je, het is hoe het is. Ik ben eraan begonnen. En ik kan er nu ook niet meer mee stoppen. En dat zou ik ook niet willen. Ja, ik kan er natuurlijk wel mee stoppen. Maar ja, dat zou een beetje zonde zijn, hè. Als je eindelijk zoveel kijkers hebt. Tenminste, ik vind het best wel veel. Ik vind het sowieso. Toen ik er 500 abonnees op mensen, dan was ik al helemaal door het dolle heen. 5 fucking 100 subs. En op dit moment krijg ik bijna 500 subs per week. Om het even zo uit te drukken. Niet helemaal, maar waarschijnlijk 500 subs per anderhalve week. En dat is pittig veel. Ik vind dat pittig veel. En ik weet niet wat jullie ervan vinden. Misschien zijn er ook zo mensen die denken... Oh Job, valt toch best mee. Kun je absoluut denken. Maar ik vind het veel. En ik zou het waarschijnlijk ook nog wel veel blijven vinden. Tenzij ik natuurlijk uiteindelijk een soort van... Ja, een soort van 50.000 ga bereiken, weet je. Dan zou je kunnen zeggen van... Holy shit, hé. Hey. Oh, dat is niet zoveel, hè. Kijk, die moet even allemaal met elkaar seks hebben. Kut, Job. Ik ben wel weer 5 experience erbij. Gaan ze neuken? Hebben ze al seks? Hebben ze seks? Ja, ze hebben seks. Mooi. Is er al een kleintje bij? Ja, er is een kleintje bij. Nee, dan moeten ze nou voor even lekker blijven doen. Dan kunnen we deze episode ook nog wel wat anders gaan doen. Want natuurlijk moeten we eerst even wachten tot we lekker veel schapenwol hebben voor dat standbeeld. We kunnen al wel eens even een plek uitgekiezen waar het standbeeld moet komen. De voorbereiding van het standbeeld. Die kippen moeten trouwens ook zien te neuken. Kom hier. Dat is natuurlijk voor de KFC. Dan moet ik ook trouwens even kijken of ik hier misschien even een fans gate kan maken. Kan dat? Dat kan vast wel. Zo. Hoppa. Hop. Hoppakee. Oké, hartstikke mooi. Dan zet ik deze even snel hier. Dan moet ik natuurlijk eerst dit even weghalen. Dan zet ik deze vier neer. En dan ga ik even uit. En dan ga ik al die kip even voeren. Eten, kippies, eten. En we hebben lekker veel eieren erbij. Die ga ik ook even gooien. Jee, er komt een babykip uit. Dat hebben we toch weer geluk.
Awesome. Hoeveel kippen hebben we? 2, 4. Oké, ik kan het niet helemaal tellen. Maar we hebben dus nu kippen, we hebben schapen. Dat is eigenlijk het enige wat we nodig hebben. Dus is er nog een soort dier dat we moeten kweken? Ja, de koeien misschien. Dus dan moeten we de koeien even kweken voor een koeien iets. Ik weet niet precies wat voor. En golden carrots hebben we nodig. Ik weet niet hoeveel carrots hebben trouwens. Hebben wij überhaupt wel carrots? Ik wil even kijken. Dit zijn allemaal potatoes, zie ik. Je kunt ze geven golden carrots en golden apples. Om ze te laten. Hé, hier zijn allemaal carrots. Dat is mooi. Dat is zeker weten leuk. Zeker weten. Zo. Ik doe ze ook gelijk even weer terug. Zoveel heb ik er namelijk niet nodig. Het moet in principe wel genoeg zijn om ze even mee te gaan fokken. En ja, dan gaan we even kijken of we dat kunnen gaan gebruiken. Hey, gratis bescherming. Ik wil seks. Dus geef me gratis. Oh nee, laat maar. Laat me zitten. Hier kunnen we trouwens nog wel even wat gaan enchanten. Kom op. Hoe. Wauw. Dat is geef een keer het zwaard voor 5 experience. Zoals een been of aquaproptops. Dat is sowieso voor spinnen, voor geleedpotig. En knockback is gewoon heel erg fijn. Dus in principe niks gemist. Koeien, etenstijd, etenstijd, etenstijd. Op deze manier krijgen we lekker veel koeien erbij. Is ook heel erg handig. Alleen toen de laatste, zeg maar, die brand uitbrak, weet je. Dat was heel erg vervelend. Dan moest ik alle koeien wel weer terugplaatsen. Maar nu moeten we weer helemaal legit verder gaan. En dat gaat mij aardig goed, moet ik zeggen. Dat gaat mij nou aardig goed. Oké, we gaan lekker verder. We moesten eigenlijk doen, moesten we die carrots even van gold maken. Ik heb weer een berichtje van Fred, ik geloof. Ik zal even hier naar beneden gaan. Hoppaka, en dan ga ik hier even snel kijken. Cool! Hoeveel kool zit er eigenlijk wel niet in? Oh, best wel veel. Best wel veel kool. Wat zullen we erin? Kool of is er iets anders wat we heel vaak nodig hebben eigenlijk? Zullen we iets waarvan je denkt van dat hebben we echt vaak nodig? Misschien gewoon een cobblestone, weet je? Dat is wel leuk. Zo. Oké, dan doe je zo. Cobblestone! Oké, awesome. Voor de rest hebben we dus gold nodig. Hebben we nog gold? Ja, we hebben gold. In elk geval genoeg om er een golden carrot van te maken. En dat is mooi. Ik geloof dat je zo'n golden carrot maakt namelijk. We hebben er trouwens wel 2 nodig, bedenk ik me net. Dus we hebben nog meer. Meer goud, jongens. Goud voor die rijke tata's. Hebben we nog meer goud? Zullen we even snel kijken. Hebben we hier goud? En hier dan. Hier. Ja, hier hebben we goud. Mooi. Maak ik daar even lekker veel golden carrots van. Kunnen we die paarden gaan lopen fokken. En dat is super awesome. Zo, awesome. Hoppakee, genoeg golden carrots voor mij. We hebben er trouwens nog meer die we kunnen gebruiken. Hoppakee, oké, we hebben nu genoeg golden carrots. We kunnen nu 6 paarden erbij kunnen kweken. En dat is best wel vet, want hoe meer paarden, hoe beter. Ik bedoel, zometeen kunnen we een hele paardenstal maken. En dan kunnen we misschien wel erop gaan rijden. Want we hebben geloof ik nog een saddle. En dat is in principe best wel vet. Ik ben op een moment een beetje mee bezig om dit een keer in de server te krijgen. Zodat ik deze samen met Fred kan doen. Lijkt me in principe wel leuk. Een 1 uur special van Dual Survival in een marketplace. Hoe de fuck vet is dat, weet je? Dat is in principe wel awesome. Ik vind het best awesome. Ik wil hier eigenlijk wel server maken. Ik zou hier eigenlijk doe maar game server van willen maken. Dat dit van mij is. En dan moeten jullie allemaal werken. Voor mij, nee, grapje. Dat is overdreven. Kun je hiervan eten? Ja, yes, het lukt. Ja! Neuk! Neuk! Lukt het? Lukt het nou? Oh, we moeten natuurlijk ook op gras zitten. Oh, dat is nog eens vervelend. Dat is nog eens vervelend. Nou ja, dan moeten we dus gras hebben. Dan moeten we daar dus eerst gras voor hebben. En hebben we gras? Dat weet ik niet. Die paarden moeten er alleen niet uitkomen. Zullen we maar gewoon naar beneden springen met een schep? Hebben we schep? Geen schep. Oké. Oh ja, natuurlijk. Mijn diamond shovel was natuurlijk weg omdat ik al het zand moest verzamelen voor dat kasteel. Dat is pittig vervelend. Dat is wel het nadeel als je alles in legit doet. Legit mode on. Oké, we gaan dus even snel naar beneden. En zoals jullie zien ben ik iets vrolijker deze marketplace. Voornamelijk omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om marketplace te doen. En nu ik op school zit heb ik ook meer inspiratie. En ja, that's it. Hebben we iets? Een diamondje. 1 diamond. Kunnen we tenminste een diamond shovel maken. Dan hebben we nog 1 experience over. En dan kunnen we misschien efficiency 1 erop krijgen. Zou heel erg fijn zijn. Of misschien wel efficiency 1 en allemaal andere shit. Efficiency 2. Kan je dat met 1 experience krijgen? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. En ik speel alles op far. En nog steeds doet alles het goed. Hop. Hop. Op, 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 op. We gaan het even anders doen. We nemen die even mee. We zetten die heel even hier neer. En dan gaan we nu even kijken hoeveel het kan. 1. We hebben efficiency 1, precies wat ik wou. We halen hem weer weg. En we zetten hem weer terug. Want zandschep gaat toch hartstikke snel. Dus ik ga hem niet heel erg hoog enchanten. Of we zouden een breaking moeten krijgen natuurlijk. Dat zou wel weer fijn zijn. Maar we gaan even naar beneden. In principe zou het ook wel vet zijn als we dit met glas deden. Vind je niet? Lijkt het vet? Zo de deur zo hier met glas. We eens kijken. Misschien heeft het wel wat. I don't know eerlijk gezegd. Ik heb geen flauw idee. Niet echt dat ik zeg van oh wow. Dat moeten we zo houden weet je. Misschien. Misschien alleen de bovenkant. Dat heeft misschien wel weer wat. Dat zou kunnen. Er zou een mogelijkheid zijn dat we zo meteen zeggen van... Oh joh, dat heb je echt goed gedaan. Oh, dat kan wel. Deze weg. Het heeft wel wat. Sinds we dit van liefst doen, weet je. Dan zou het helemaal perfect zijn. Of iets anders. Misschien kunnen we hier nog wel wat leuk. Maar dat doen we nog wel. Ik vind het glas in principe niet verkeerd.
Dit is dan wel weer wat minder. Maar daar kunnen we vrij weinig mee. Of we moeten glowstone hebben. En we hebben geen glowstone meer. Dus we gaan even naar beneden. Dan moeten we een keer naar de nether voor. Wat moest ik eigenlijk gaan doen? Oh ja, zand verzamelen. Ik moest dirt hebben. Dirt. Dirt heb ik eigenlijk nooit nodig. Dat is in principe wel grappig. Want ik heb namelijk altijd zand nodig. En deze keer heb ik dirt nodig. Kijk, zoals jullie zien gaat het erg snel. En sneller als dit hoeft het eigenlijk ook niet te gaan. Dus ik neem even lekker veel mee. En deze episode gaan we dus lekker verder met een marketplace. Als jullie nog een leuke challenge hebben voor de volgende marketplace, bijvoorbeeld deze keer doe ik de challenge, maak een standbeeld van jezelf van wol. Moet ik eerst even lekker voor wol van hebben, dus daar ben ik deze episode een beetje mee bezig. Heb jij nog een leuke challenge, laat die beneden even in de comments weten, dan kan ik die misschien voor de keer wel uitvoeren. En let natuurlijk ook even de challenge, als jij ziet, als jij bijvoorbeeld van iemand de challenge ziet en jij denkt, oh die challenge is echt fucking gangster, die moet je echt gaan uitvoeren. Like challenge dan even, want maak je eigen standbeeld met wol, dat is ook de meest gelike challenge, in principe nooit verkeerd om te doen. En that's it eigenlijk, en we gaan gewoon lekker verder met dingen, met graven. Graven heet dat, hè? Graven. Eigenlijk moeten we wel even een silkless pickaxe hebben. Dan hadden we namelijk alles kunnen krijgen van... ja, met gewoon een grasblok hadden we dan kunnen krijgen. Want we hebben namelijk grasbloks nodig. Maar het groeit vanzelf ook, toch? Of hebben we daar eerst heel veel licht voor nodig? Ik weet het niet. Dan maken we daar gewoon even heel veel licht. Kan, weet je. Kan. Zou dit genoeg zijn? Zou dat genoeg... Waarschijnlijk is het genoeg. We gaan gewoon even naar boven. In principe ben ik best wel trots op ons huis in de Minecraft. Want we hebben een aardig groot huis gecreëerd in die tijd. In de tijd dat we dit hebben, zeg maar, hebben we een aardig groot huis gecreëerd. Er is niks mis mee, sowieso niet. Oh, ik krijg een beetje een keelschokje van dat prik. Prikkeelschokje. We gaan even zo naar boven. Dan gaan we even kijken wat we moeten doen met de paardenkamer. Ja, want we moeten natuurlijk alles van gras hebben voordat ze wol krijgen. Dat is bij de schapen zo. Bij de paarden is zo. Ze kunnen pas neuken of ze kunnen pas seks hebben. Of ze kunnen pas ietsen. Zodra ze... ja, dat is wel kut trouwens. We moeten nu dus alles gaan veranderen. En we hebben geen licht bij ons. Oh, nou ja, dan maken we dat wel even. Licht. Ja, of we pakken gewoon het glowstone, weet je. Dat kan ook. Doe ik het gewoon even op deze manier. En moet ik het gewoon even zo doen, weet je. Op deze manier moet het aardig lukken. En dan doen we zo op dit moment met glowstone allemaal mooie paden maken of zo, weet je. Dan doen we eerst even al de glowstone weg. Dan kunnen we daarna even de rest weg doen. Dan kunnen we zo met het glowstone kunnen we zo meteen weer gebruiken. Waarschijnlijk krijg je er maar 3 van terug. Dus waarschijnlijk hebben we niet genoeg glowstone om alles weer hetzelfde te doen. Kut. Dat was niet handig. Naar boven. We zijn er weer in. En waarschijnlijk kunnen ze nu wel neuken. Nog niet of ze moeten hierop staan natuurlijk. Dan kunnen ze wel neuken. Maar dat is wel wat minder. Dan moeten we eerst even wachten tot alles goed is. Tot alles perfect. Want ze mogen natuurlijk ook niet afvallen, bedenk ik me net. Want dan zijn ze waarschijnlijk ook allemaal dood. Dat zou ook kut zijn. Is het wol? Nee, dat is sneeuw, Job. Sneeuw. Je moet wel het verschil tussen wol en sneeuw zien, Job, in Minecraft. Job. Joppeke toch. En er komt trouwens een nieuwe Candy Vlog aan waarschijnlijk op Doe Maar Gamen. Want daar zijn we hard mee bezig. Tenminste, ik en Job willen dat nog een keer gaan doen. Dus hou Doe Maar Gamen in de gaten als je houdt van vlogs. En als je houdt van een Job. Weg. Weg. Zo, op deze manier moet het aardig gaan lukken. Moet natuurlijk wel, kan ik alvast een glowstone ding maken. Hoppakee, we hebben er al 4. Mooi, dan zet ik die even in de hoeken neer. Zal ik die anders gewoon even hier zo neerzetten misschien? Anders zet ik het gewoon even zo neer. Ja, is niet verkeerd. Alleen hier hebben we dan wel een beetje het gezeik. Ja, we moeten dus echt, alles moeten we dus van dirt hebben. En dat gaat pittig tijdje duren, maar ja, het moet nog maar. Er valt vrij weinig aan te doen, alles moet van dirt, anders kunnen ze niet neuken. En we moeten, nee, niet afvallen, please niet. Want dan moet ik weer helemaal moeite doen om jullie terug te krijgen. Niet doen. Zullen we even kijken of ze nu alweer seks kunnen hebben? Misschien. Nee, ja, ik wacht er nog even mee. Tot er echt alles verzand is. Ik geloof ook dat het gersbloks moeten zijn. Alleen dat weet ik dus weer niet zeker. Nee, paard! Paard? Nee, paard. Ik wil heel... Paard toch? Nee! Oh. Kutzooi. Ja, dit hebben we dus voor de long keer gedaan in de livestream. Voor de mensen die denken, waarom zou je dat willen doen? Geen flauw, dat heb ik min of meer een beetje gedaan omdat ik het wel leuk vond voor deze kamer. Hij heeft wel wat, weet je, omdat het een beetje een goede kamer is. En dit heb ik maar gewoon even erbij gebouwd, een soort van balkonnetje, omdat ik dat leuk vond, weet je. Ik ben heel random in Minecraft, ik ben heel random. 17 glowstone, en dat zijn 4 van deze dingen. Dan zet ik gewoon in de hoeken paar neer. Dus ik moet alleen even kijken waar ze is, hè, want ik heb eigenlijk helemaal geen flauw idee. Zul ik ze anders gewoon even hier zo plaatsen? Zo hier zo in de lucht, weet je. Ik doe gewoon zo. Met een bel misschien, dat zal wel handig zijn. Ga weg, paard. Straks kill ik je nog. Wil je dat dan, paard? Dat ik je ga killen? Wil je dat? Nee, dat wil je niet, hè? Dat dacht ik al. Dus doe nou even normaal, paard. Doe nou maar gewoon even normaal. Oké, dit gaat echt een tijdje duren. Maar ja, we kunnen er vrij weinig aan doen. Zullen we gewoon eens gaan kijken of ze kunnen neuken? Gewoon eens even kijken. Paard 1. Paard 1. Paard 2. Heb seks. Heb seks. Nu. Oh, kut. Ik heb al mijn golden carrots verneukt. Lekker wezen, Job. Weet je, dit doen we de volgende keer. Maar ik heb wel geen zin meer in die paarden. Ze bedriegen me. Vieze paarden, allemaal carrots. Oké, we hebben er sowieso. Wat we even moeten doen is een shears maken. Maar we moeten natuurlijk even de wol van die paarden weghalen. Of van... Wol van de paarden, wat, Job? Hè? Ik wil paarden hebben toch helemaal gewol? Nee, inderdaad niet.
Wat we dus even moeten doen, we moeten namelijk even het wol van de schapen weghalen. Want wat de challenge was van de vorige video was: Job, maak je ijsstammel van wol. En wat hebben we daarvoor nodig? Wol, wat hebben we daarvoor nodig? Schapen, wat hebben we daarvoor nodig? Gras, wat hebben we daarvoor nodig? Een schep. En dat hebben we, dus wat hebben we nu voor nodig om het wol te pakken? Hebben we weer shears voor nodig. Dus we moeten even naar beneden om shears te maken. En dat lukt vanzelf wel. Want het is pure voorbereiding. En al mijn carrots zijn op! Wat is het toch weer vervelend? Wat is het toch weer vervelend? We gaan even snel hier. Even snel even kijken. Hebben we er twee? Ja, we hebben er twee. Op. En ik doe even zo. Op, op. In het ergste geval kunnen we ook nog verder gaan met het kasteel. Maar dat zien we wel. Even kijken wat we nog meer moeten doen. Ja, dit is in principe allemaal wel mooi. Eigenlijk is ons huis best wel mooi, mensen. Waarom zijn die lampen uit? Vraag ik me alleen af. Waarom zijn die freaking lampen uit? Die heb ik een keer allemaal uitgezet waarschijnlijk. Is niet erg slim. Wat natuurlijk gebeurt toen ik toen die erge overstomingachtige ding iets was. Die zijn wel allemaal aan. Waarom zijn er in principe redstone lampen, weet je? Dit ziet er gewoon niet uit, weet je. Haal dan ook echt alles weg, joh. Kijk. En ziet dit er in principe ook nog wel vet uit. Alleen het zou wel fijn zijn als het inderdaad bedekt was. Dan moeten we dat nog maar een keer zien te doen. Maar ja, dat zien we dan wel. Dan moeten we eerst even genoeg wol voor hebben. Of eens genoeg carpets eigenlijk. En ik weet ook dat... Oh ja, daar hebben we natuurlijk ook nog wol voor. We hebben zoveel voor zoveel dingen wol. Dus eigenlijk moeten we verschillende uitbouwdingen maken, zeg maar. Voor verschillende soorten schaam. Want we willen natuurlijk meerdere kleuren hebben. Zo moeten we deze episode sowieso even gaan doen. Even kijken. Gaat het goed hier? Kippies. Ja, kippen die kun je fucking vaak achter elkaar blijven neuken. Dat is echt fijn. Weet je? Ja, er komt weer een kip uit. Ik heb echt geluk met kippen, weet je. Er zit er ook al lekker veel. Dus we gaan heel even kijken of we nu deze weer verder kunnen laten neuken. Zou het kunnen? Het kan. Dat gaat eigenlijk aardig snel. En ze hebben geloof ik een wol ook weer terug. En dat betekent dat we dit krijgen. Awesome. Alles, hoeveel hebben we al? We hebben 5, weet je. Is netjes, absoluut niet genoeg, want we hebben echt veel meer. Met andere woorden, we moeten ze blijven laten fokken. En zoals jullie zien, ik weet niet of ze al kunnen neuken. Kunnen ze al neuken? Ik geloof het wel. Ik weet niet of dit van gras moet zijn, ik weet niet of je het ook van gras kan krijgen. Misschien als je de boom niet op doet. Zou dat de mogelijkheid zijn? We gaan even kijken. Ik geloof dat het namelijk wel kan, maar ik weet het dus niet zeker. Maar daar komen we zelf wel snel genoeg achter. Voor de rest moeten we natuurlijk verschillende uitbouwen maken, zeg maar. Want we hebben bijvoorbeeld zo'n balkon met allemaal soorten groenten. Dan moeten we dus ook met schapen voor de mensen die denken, waarom heb je verschillende uitbouwen? En dan gaat het namelijk om het volgende. We moeten namelijk verschillende kleuren schapen hebben. We moeten namelijk blauwe schapen hebben voor mijn shirt. We hebben namelijk witte schapen nodig voor mijn broek. We hebben namelijk, kijk, want dit is namelijk mijn skin. Ze hebben bijvoorbeeld grijze schapen nodig voor mijn pet. En dat is eigenlijk heel erg ingewikkeld. Maar daar wil ik de komende episode van naartoe werken. Daar gaan we de komende episodes ook mee bezig. Maar dan moet het in principe wel lukken. De opties zijn geloof ik al peaceful. Oké, laat het maar even lekker staan. Dat is niet zo erg. Oh nee, wacht. Eigenlijk moet het wel op normal, weet je. Of easy. Vind ik ook goed. Het gaat een beetje om het idee, weet je. Het gaat een beetje om het idee. Waarom ga ik hier naartoe? Kan ik mijn shears enchanten? Nee, hè. Mijn pickaxe wel. Dat kan. Ik ga gewoon alles heel klein enchanten, weet je. Eigenlijk zou ik hier wel even op moeten wachten. Maar ja, weet je. Ik ben lui. Oh, kut. Dat was twee, hè. Dat was twee, Job. Job, je let weer niet op. Job de Job, je let weer niet op. Oké, ik vind enchanten namelijk heel erg leuk. De eerste volgende keer gaan we iets enchanten wat wel iets waardiger is. Maar dat doen we de volgende keer. Nu een beetje van het easy enchanting. Easy enchanting. Zo, en dan zetten we hem even hier zo neer. En dan zetten we deze erin. Een breaking 1. Nooit verkeerd, dan kunnen we hem tenminste een tijdje blijven gebruiken. Ja, dan wordt dit een beetje ons mine pickaxe. En dat is mooi. We hebben natuurlijk ook nog die fortune pickaxe, maar dan moeten we nog een keer gaan gebruiken. En we hebben nu eigenlijk alles enchant. En dat is niet verkeerd. Kijk, we hebben natuurlijk wel alles heel erg laag enchant. Maar dat is in principe nooit verkeerd, hè. Je ontzwaart zelfs wel goed enchant. Moeten we doen? Oh ja, we moeten hier naartoe, hè. En wat moesten we dan ook alweer doen? We moesten, wat moest ik doen? Ik ben het alweer vergeten. Oh ja, bone meal. Bone meal, Job. Bone meal, Job. Of hebben we helemaal geen bone meal? Ga je me nou vertellen dat we geen bone meal meer hebben? Jawel, we hebben 3 bone meal. Yo. Niet erg veel. Oh, we hebben hier nog 6 bone. Dat is wel weer mooi. Hoppakee, dan gaan we even kijken of dat werkt. Ik hoop het namelijk wel dat je zeg maar boommeel erbij doet. En dan hoop dat er gras op komt. Dat zou misschien wel erg fijn zijn. En voor de rest ga ik gewoon erg mijn best doen ervoor. Oké, we gaan even snel naar boven. Deze episode komt er dus wel wat later op. Ik neem inderdaad, het is nu op dit moment is het 3 uur. En deze staat er waarschijnlijk 4 uur op. Sorry people, sorry. Waarschijnlijk zijn er nu heel veel mensen die denken, joh, waarom? Het wordt namelijk door. Ik wil vanaf nu alleen nog maar Minecraft Legends video's opnemen. Godver. Ik wil vanaf nu alleen nog maar Minecraft Legends video's opnemen wanneer ik ook echt de challenges heb gezien. Want normaal neem ik ze altijd achter elkaar op, omdat ik ze anders niet op tijd kan uploaden. Maar nu wil ik ze pas opnemen wanneer ik zeker weet dat ik ook alle challenges heb gezien. Want anders krijg je van die dingen van, joh, waarom heb je deze challenge niet uitgevoerd? Dan moet ik weer zeggen, ja, ik heb het eerder opgenomen, weet je. Dus deze keer heb ik ook daadwerkelijk de challenge kunnen kiezen die in de reeks stond. Maak een beeld, een eigen beeld. Oh, ik weet waar we die moeten maken. Ik weet precies waar we die moeten maken. Eigenlijk moeten we die op de hoogste verdieping maken van ons huis. Maar wat dan het nadeel van is, als we dan zeggen van, ja Job, ik wil nog een verdieping erbij, dan kunnen we dat niet meer doen. Dus eigenlijk moeten we wel gewoon in ons huis maken, vind ik eigenlijk. Of tegen ons huis, ja, dat we gewoon een soort van plateau maken bij ons huis en dat we daar op maken. Weet je, dat vind ik leuk, weet je, dat is leuk. Dat is awesome. Zeker weet awesome. Fred, ik ging gisteren in deze wereld, weet je wel, omdat we samen bouwden en toen zeiden van, oh mijn god, wat heb jij een tering groot huis. En dat was ook zo. Het was ook zo, weet je, het was ook tering groot. Alleen het probleem is dat hier zombies spannen.
Waarom? Omdat we dit nog even moeten fixen. En dat gaan we nog wel doen. Maar ik heb er nog geen zin in. Dus we zetten het even peaceful. Pak een boomwiel. Open die shit. En het lukt niet. Kut. Kut. Maar komt hier automatisch. Let even hier beneden in de comments achter of hier automatisch gras op komt. Dan moet ik namelijk wel weten. Als dat nou niet het geval is, dan krijg je geen wol meer. Of dat even in de comments achter of hier gras op moet komen of niet. En als hier nou gras op moet komen voordat ze kunnen groeien. Voordat het wol kan groeien. Laat het even weten in de comments. Als jullie denken, nee Job, dat hoeft niet. Dan hoef je het niet te laten weten in de comments. Dan moet jullie alleen schrijven, Job, dat hoeft niet. Als jullie denken, ja Job, het moet wel. Laat het even erachter in de rechts hoe ik er dan achter kan komen. Of hoe ik dan gras kan krijgen. Of ik daar nou een cirkeltartje voor nodig heb of zo. Wat hebben we nog meer nodig? Ik zit even te denken. Ja, we moeten natuurlijk even een outbouw maken, ja. Waar gaan we dat doen? Zullen we dat hier doen? Hier zo. Laten we dat gewoon hier doen. Mooi plekje voor een outbouw. Zo. We moeten wel iets meer dirt voor hebben eigenlijk. Maar ik geloof dat ik nog wat had. Hebben we nog meer dirt? Ja, we hebben nog meer dirt. Moet in principe genoeg zijn om nog een outbouwtje van te maken. Dan gaan we hier gewoon de blauwe schapen maken. Nee, ik weet niet hoe je blauw maakt. Maar dan kom ik in principe wel achter. Kijk gewoon even op Minecraft Wiki. Als ze eenmaal op neerkomt, weet je wanneer we dat echt moeten doen dan. Ja, dit is een manier, de legit manier om aan wol te komen. Gewoon lekker schapen fokken, weet je. En je komt er wel. Hop. Dus jullie zien, we maken er een aardig groot gedeelte van. Dat moet ook wel. Want als we dat niet doen, weet je, dan is het weer zo verpest. Dan is het zo weer verpest. Dus we moeten er aardig groot maken, deze shizzle. We hebben net niet genoeg, denk ik. Ik weet niet hoe groot die is, maar we moeten iets meer dirt hebben. Dus even hier beneden in de chest kijken of we wat dirt hebben. Zou je wel even handig zijn als we nog wat meer dirt hadden? Maar ja, dat weet ik dus niet zeker. Dus we gaan even kijken. Papa, hij neemt trouwens nog wel op. Papa, hij neemt nog op. Dat is in elk geval een voordeel. Dan weet ik in elk geval dat het allemaal goed zit. Dan weet ik dat. Oké, ga even snel naar beneden. Is er een simpeler weg om naar beneden te gaan? Ja, die is er. En dat is gewoon naar beneden springen. Dat is eigenlijk een beetje dat gat. Dat is dus waarvoor ik dat gat had gemaakt eigenlijk, weet je. Dus eigenlijk een simpele manier moeten zijn om naar beneden te gaan. Maar ja, ik weet niet of die er is. We kunnen wel gewoon een valgat maken natuurlijk. Dat kan wel weer. Maar ja, als het dan verkeerd gaat, hè, dan ben je wel weer de lol. Gewoon een valgat zonder buis, zeg maar. Ik ben alweer voorbij gelopen. Het was namelijk hier. Villager en jij reelt. Villager en jij reelt. Fuck jullie, weet je. Fuck jullie. Hebben we dirt? Dirt. Dirt. Dan hebben we vast nog wel meer dirt. Ja, we hebben superveel dirt. Ongelooflijk. Unbelievable voor veel dirt. Zo. We gaan niet alles afmaken deze keer. Maar deze keer ga ik gewoon een beetje bezig. Gewoon heel erg jammer zijn als je dan niet meer dirt moet. Daarom wil ik niet te veel dirt gaan plaatsen. Want zelfs als je kunt alleen neuken op grasbloks. En dan heb ik zo'n allemaal dirt geplaatst. En dan wordt er geen gras opgezet. Zo heel erg jammer zijn. Of komt er gras op wanneer ik een torch erbij plaats. Let dan even in de comments achter. Laat gewoon even. Het belangrijkste is dat jullie even in de comments achter laten. Of de schapen. En of de koeien. En of alle andere dingen kunnen neuken. En wol kunnen krijgen. Wanneer er geen grasbloks bij zit. Maar gewoon dirtbloks. Dat moet ik sowieso even weten. En voor de rest hoef ik eigenlijk niet veel te weten. Maar het enige wat belangrijk is dat ik weet. Of je er grasbloks voor moet hebben. Of dirtbloks. Of dat het eigenlijk niet uitmaakt. En als ik er een grasblok voor moet hebben. Laat dan even in de comments weten hoe ik aan grasbloks kom. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die jullie even moeten laten weten. Snap jullie? Staffen? Maar dat is echt heel erg belangrijk voor me. Dat is echt, echt heel erg belangrijk voor mijn toekomst. Zo. Nee! Kut. Mensen, ik vind het een mooi moment om af te starten. De volgende aflevering gaan we hiermee verder. De voorbereiding. Gelukkig zijn ben ik hier gevallen. Mensen, bedankt voor even de video. Leuk voor een groen duimpje achter. Deel dat jullie mijn video zou ik hartstikke waarderen. Voordat ik het terug met meer maak een zou ik hartstikke waarderen als jullie natuurlijk even een groen duimpje achterlaten. En natuurlijk even in de comments achterlaten hoe dan shit met die grasblokken en zo. Mensen, vanaf elkaar zien jullie de volgende keer weer. Later!